Ik denk dat ik nu geen directe adviezen kan geven. Ik denk dat het een grote moeilijkheid is om dat delicate evenwicht te vinden tussen zorgen enerzijds dat die infectieziekten niet terug opduiken en anderzijds toch te zorgen dat we voldoende stimulatie krijgen van ons immuunsysteem. Maar het heeft geen zin van de maatregelen naar bijvoorbeeld zuiver water en controle op de zuiverheid van voeding en de bacterievrijheid van voeding, om die maatregelen te gaan opheffen, om zo onze maatschappij meer, of ons immuunsysteem van de maatschappij meer te gaan stimuleren. Als we dat gaan doen, dan gaan we terug in problemen komen qua infectieziekten die veel dodelijker zijn, globaal genomen, dan de allergieproblemen. Maar ik denk dat we in de toekomst daar misschien wel een aantal maatregelen naar voren zullen kunnen brengen. Bijvoorbeeld in de zin van pro- en prebiotica, waardoor we tot een beter immuunsysteem kunnen komen en misschien minder allergie hebben. Mag ik hetzelfde antwoord noteren voor een bezorgde mevrouw die in een crèche werkte en die zei van ja, wat moet ik nu doen? Ik moet elke dag, dat is blijkbaar een regel, de vloer schoonmaken met met zeep. En moet ik dat nog blijven doen? Wel, ik zou mijn kinderen of kleinkinderen niet sturen naar een crèche waar dat niet gebeurt. Ja, voilà. Ik denk het risico opnieuw op doorgeven van heel wat virussen die soms toch wel zware ravage kunnen uitrichten bij kleine kinderen. Denk aan rotavirussen en dergelijke. Dat moet men absoluut vermijden, dat die organismen zich verspreiden, dat zijn pathogenen en men moet daar hygiënische maatregelen voor treffen om die verspreiding tegen te gaan.